Tijdens de open boomgaarddag waren er 34 verschillende fruitboompjes te zien. Ton Sandig liet appels, peren, pruimen en kersen en druivenbomen zien. Zijn zogenaamde laagstam lijffruitbomen zijn zijn specialiteit. De boompjes worden niet hoger en breder dan circa 2 meter. Door de platte vorm van slechts 30 centimeter kunnen ze gemakkelijk tegen een schuurtje of een muurtje worden geplaatst. In de boomgaard van Ton Sandig staan bomen van verschillende leeftijd, van 1 jaar tot wel 14 jaar. De afgelopen jaren zijn er verschillende achtervelders die de cursus snoeien bij Ton hebben gevolgd. Ook dit seizoen zijn er nog weer tal van cursussen. Maar zaterdag kon er vooral worden gekeken. Ja, ik vond het wat liep niet storm, maar bevredigend. Het was ook een beetje slecht weer ook natuurlijk. Hè? Ja. Leuke belangstelling voor de boomgaard, dus de open boomgaarddag, dat is toch wel aardig. En cursisten, aanstaande cursisten, die willen komen. 14 september gaan we weer draaien. De eerste cursus dus. Talking about stupid things. I can't be left to my imagination. Let me be weak. Let me sleep. They say they tell.